Nadat Geoffrey Piqueur onlangs gestopt is als scheidsrechter in het korfbal, hangt nu ook Luc Vingerhoed de schoenen aan de haak. Luc stond jarenlang zelf als scheidsrechter op het veld, waardoor hij meerdere malen genomineerd werd als kandidaat scheidsrechter van het jaar. Voor Luc begon het allemaal in Nederland. Ik ben gestart in Nederland omdat ik daar die periode woonde, ook voor mijn werk. En dan ben ik daar in feite gaan of de microben te pakken heb gekregen om toch maar te gaan fluiten. Nu natuurlijk, Nederland en België fluiten is dag en nacht verschil. Nederland is veel meer toegelaten dan hier in België, is structureler in België. Ben ik al hier in België teruggekomen, ben ik in België terug opnieuw kussen gaan volgen, ben ik opnieuw gaan fluiten. Maar in feite nog een beetje nonchalant van ik ken de regels allemaal wel en dit en dat en niet te veel luisteren. En met de jaren opbouwen, dan heb ik ook mee gaan vlaggen met Willy van der Velde. Jaren mee gevlaggen met Eddie Steels, waar ik toch heel veel van geleerd heb. En dan tot het besef gekomen van, je zou bijna een keer luisteren naar de kritiek die je krijgt van coachen, van spelers, van supporters. En elke keer wat er terugkomt, dat is tegen dat daar een probleem zit. Dat wil zeggen van, je moet er aan gaan werken, maar anders ga je niet verder geraken. En Luc heeft er hard voor gewerkt om er te staan als scheidsrechter. Daarvoor kreeg hij van de federatie de finale van de Beker van België onlangs toegewezen. En Luc heeft zo zijn eigen manier om naar een wedstrijd toe te leven. In feite heb ik mijn eigen... Ja, dat was in feite een ritueel dat ik in principe voor alle wedstrijden doe. Maandag en dinsdag in feite een rustdag. Totaal niks, korfbal, niks voor de ploegen, niks van aantrekken. En dan woensdag begin ik stilletjes aan. Overdag, s'avonds een keer bij zijn. Ik weet welke ploeg dat de finale ging spelen. Dus we beginnen ook een beetje de mensen te analyseren van die speler speelt zo, die speler of die speelster die speelt die wijze. Dus dan ga je zo je mentaal in feite voorbereiden van waar moeten we gaan opletten, wat durven ze te doen. Dus daar leven we dan helemaal naartoe. De mentale voorbereiding van een scheidsrechter is levensbelangrijk. De finale werd door topfavoriet Boekenberg gewonnen en Luc beleefde die allerlaatste grote wedstrijd op zijn eigen manier. We waren vanuit gegaan, volle verwachtingen in, dat het een mooie wedstrijd zou zijn. Dat het ook een zware wedstrijd zou worden. Dat op zich viel een beetje tegen. Misschien hebben ze de beide ploegen een beetje met te veel zenuwen gespeeld of zo. Uiteindelijk krijg je dan een bepaalde overwicht van de ploeg van Boekenberg. Ja, dat was in feite de wedstrijd wel gespeeld en hebben we dat ook onder een rustige begeleiding heel de wedstrijd kunnen uitdoen. Ook beide ploegen wouden in feite wel korfballen, dus sportief hebben ze blijven spelen. Maar het is ook ten koste van de scheidsrechter die de wedstrijd ook kan bepalen in hoeverre de sportiviteit kan leiden een goede wedstrijd. Dan ga je een rustige wedstrijd hebben. Dus als scheidsrechter heb je dat ook zelf in de hand gehad. Met andere woorden, een rustige, allerlaatste grote wedstrijd voor deze topscheidsrechter. Al waren er ook enkele mindere mooie momenten in zijn carrière. Het minst mooie was, ja, we zijn toch op heel mijn carrière een paar wedstrijden geweest waar je ja, flagrant fouten ging. En dat je het gevoel kreeg van, ik raak maar niet in de wedstrijd. Ik raak maar niet in de wedstrijd. En dat was wel vrij moeilijk. Het is ook vervelend voor de beide ploegen. Maar wij als scheidsrechter wouden dat niet goed in vorm om die wedstrijd goed te leiden. Dat was wel een negatief punt. Maar natuurlijk, uit die zaken, je weet dat je ook op je bek kunt gaan tijdens een wedstrijd. Maar ik weet wel dat we wel altijd beweerd hebben deze wedstrijd ook te analyseren van waar zijn we de fout in gegaan. Wat had niet mogen zijn en wel waar wel. Dus daar leren we dan ook weer uit. Zelfkritiek, je moet het maar kunnen. Maar een topscheidsrechter zoals Luc kan dat wel degelijk. De minder mooie momenten wegen niet op tegen de mooiste momenten die hij beleefde tijdens zijn carrière. Het mooiste moment blijft mij zeker bij dat ik als eerste scheidsrechter mocht optreden in de Lotto Arena. Zelfs voor onze topscheidsrechter Geoffrey Piqueur. Maar ik was toch de eerste, daar heb ik de Geoff in verslagen. Dus dat was wel een hoogtemoment, omdat het ook voor iedereen nieuw was. Dus iedereen zal waarschijnlijk ook wel zenuwachtig geweest van de eerste keer, ja, gaat het allemaal goed lukken, gaat het niet goed lukken, hoe gaan de wedstrijden verlopen. Dus maar dat was wel
ja, dat was echt een hoogtepunt. Geoffrey Piqueur, die verslagen wordt op zijn eigen terrein, je zou voor minder vrolijk worden. En dat is alvast een dikke pluim die deze scheidsrechter op zijn hoed mag steken. Vingerhoed gaat het nu rustig bekijken of en wat de mogelijkheden zijn om nog verder in het korfbal te blijven. Maar vergeet als slot toch niet dat diverse mensen hem geholpen hebben om de topscheidsrechter te worden die hij geweest is. Ik vind het heel belangrijk dat we ook goede begeleiding hebben gehad als boekbeoordelaar. En die mensen wil ik toch wel even bedanken. Zoals ik heb beginnen leren met Willy van der Velde, jaren met Eddie Steels. Ook heb je Wenne van der Meulen, Karel van der Meulen, Gilbert Bollard. Als ook collega's scheidsrechters. Dus dat zijn toch allemaal mensen die een bijdrage hebben gedaan naar mij toe om mij beter te laten worden. En die wil ik toch wel ook wel persoonlijk even bedanken langs deze weg. Dat ze mij daarin gesteund hebben.